Nog 5 kilometer in deze 62e editie van de Ster van Zwolle. We zijn het spoor onderdoor. Dat betekent dat we nog maar één bocht hebben. En dan gaan we finishen hier op de ceintuurbaan. En dan kijken we wel naar Volker Wessels, Jumbo-Visma, Metek, Tietema. Maar dan is het renner van Leopard die de aanval inluidt. Christensen. Ja, op zich als die jongens slim zijn van Leopard, dan doen ze niks. Want dan kan Teutenberg misschien nog terugkomen. Al lijkt dat gat weer wat groter te zijn geworden met die achtervolgende groep. Kwamen tot op 15 seconden. Ja, wat een finale. Nog steeds niks beslist. 4,3 kilometer te gaan nog. Er zit totaal geen samenwerking meer in deze groep. En dat maakt het ook meteen zo mooi. Geen treintje, helemaal niks. Optima. Dan probeert hij het. De man uit het noorden. Renner met misschien wel het meeste ervaring in dit peloton. Althans een renner die al ontzettend vaak de Ster van Zwolle heeft gereden. Deze winter naar een nieuwe ploeg gegaan. Rijdt nu voor Alink. Krijgt Timo de Jong met zich mee. Kijkt achterom. En weet hoe laat het is. Timo de Jong neemt niet over. Lou van Bellen weer. Kopecky in het wiel. Op een gegeven moment moet die veer toch breken bij de achtervolgers. Ja, het is natuurlijk wel zo dat veel renners die finish in zicht krijgen of kunnen ruiken, dan opeens is veel leed, veel pijn vergeten. Dan kun je net wat extra. En zeker die korte inspanning om even weer naar dat wiel te springen. En dat gaat dan opeens een stuk makkelijker. Zeker als je een doel hebt, bijvoorbeeld Koen Vermeld voor het afzetten. Jumbo-Visma lijkt niet op een sprint te willen wachten. Dat vallen één voor één aan. Wel veel kruid verschoten. Ja, zijn op papier ook niet, behoren ze ook niet tot de rapste man. Hè? Met Van Bellen en Kramer. Die Noor weet ik eerlijk gezegd niet. En ook Martijn Pudding heb ik alweer een tijdje niet zien aanvallen. Ze gaan aan het sparen. Minder dan 3 kilometer. Ja, groep 2. Het moet wel heel erg stilvallen in groep 1. Wil de tweede groep nog terugkomen. Vermeld Fort met Huperts in het wiel. Die rijdt ondertussen lang genoeg in Nederland om te weten dat hij het perfecte wiel heeft gekozen. Ja, welke rappe man Huperts in een sprint van zo'n groepje. Het zou heel goed kunnen hoor. Arno Wallert won die ook in een sprint. Ja, vermeld Fort. En wat te denken van Roy Hogendoorn daar links in beeld. Jonge renner. Die dus deze winter de overstap maakte van het clubniveau naar het continentale niveau. Maar dat is wel een renner die ontzettend rap is. Ja, je ziet maar al, kan je dan vermeld voor het kloppen? Dat is de grote vraag. Ja, de vraag is natuurlijk ook een beetje, wat hebben deze mannen nog, de ploeggenoten van Vermeldvoort heb ik dan over, in de tank zitten. Als zij nu de gashendel opendraaien en Vermeldvoort hoeft straks alleen nog maar uit het wiel te komen, dan zie ik niemand meer Vermeldvoort kloppen. Wordt het een chaotische sprint? Ja, dan 2 kilometer nog te gaan. Precies, dan zijn er nog wat andere mannen met goede papieren. Ook dat trouwens, komen er al niet uit. Wie zijn de rapste mannen? Dat maakt deze koersen, die onvoorspelbaarheid, natuurlijk ook schitterend. Volker Wessels in stelling. Het is even rustig. Lindeman op kop. Dan is dat natuurlijk niet zeker zo, want er wordt zeker doorgereden. Vermeldvoort. Dat IJsing die de sprint aan moet gaan trekken voor Koen Vermeldvoort. Ook de mannen van Leopard formeren zich. Daar lijkt Christensen voor Priest te gaan rijden. Ja, die lopen daar een beetje te etteren met Vermeldvoort. Vermeldvoort wil gewoon aan het wiel van IJsing, maar de mannen van Leopard willen daar ook tussen. Jumbo-Visma naar voren. Dat is natuurlijk ook weer de vraag, hè? Misschien kun je Vermeldvoort beter verrassen als je van hem wilt winnen in een sprint in plaats van aan het wiel gaan zitten. Martin Spluto zit in ieder geval in het wiel van Vermeldvoort nu. De renner van Ablok. Daarachter wat renners van Metek gegroepeerd. Die lijken de kaart Roy Hogendoorn te trekken. Lindeman is er aan, zo te zien, voor de moeite. Timo de Jong op kop. Timo de Jong, Max Kroonen, Tijmen IJsing. En dan is het aan Koen Vermeldvoort.
toch wel echt een luxe positie hoor. Om met je team in de Ster van Zwolle met minder dan een kilometer te gaan nog. Zoveel mannen nog voor je te hebben zitten. Dit is het plan. Wat ze vanochtend misschien bedacht hebben. En nu wordt uitgevoerd. Tour de Tietema Unibet. Gaan zij het dan doen in hun eerste wedstrijd? Zij schuiven ook naar voren. Budding daar in het laatste wiel van dat rijtje. Is hij dan degene die het moet gaan doen? Het lijkt er wel op in de buurt van de vaste camera's. En dat betekent maar één ding. Dat betekent dat ze dichterbij komen. Dichter bij de finish hier op de Ceintuurbaan. Een aanval van een renner van Leopard. Het zat Christensen, Lars Loijers in ieder geval erachteraan. Bert-Jan Lindeman. Daarachter ook Roy Hogendoorn. Kronen slingert hem daar dan in gang voor Vermeldvoort. Het is nog altijd Christensen inderdaad van Leopard. Komt daar nog een keer uit het zadel. Doet pijn. Noemen Tuimen IJsing dat gat dichtrijden. Dat gaat hij ook doen met Koen Vermeldvoort in zijn wiel. Daarachter Martijn Budding. Is dat Lou van Pelle daar van Jumbo-Visma die mee gaat sprinten? Het is in ieder geval Joshua Huperts die we ook zien. Is het Koen Vermeldvoort die nu op kop komt? Komt daar nog iemand overheen? Of is het Koen Vermeldvoort die opnieuw de Ster van Zwolle gaat winnen? Komt Martijn Budding er ook nog overheen? Nee! Koen Vermeldvoort wint voor Martijn Budding. Wat een sprint. Zo, toch klasse apart door die Vermeldvoort. Eigenlijk vanaf het moment dat hij aangaat. Ja, ik bedoel, niemand kwam meer langs zij. Kom eigenlijk wel redelijk afgetekend. Ja, vorig jaar was het maar zo'n klein stukje. En nu is het met overmacht favoriet. En het dan ook nog afmaken. Ja, dat is bijzonder, bijzonder knap. Ik bedoel, ook hij was ook cool natuurlijk voor de start. Maar ook hij ging toch wel gebukt hoor. Nu de sprint. Onder de nodige stress. In de tweede groep. Lars boven, net voor het peloton. Pakt de sprint van de tweede groep. Hij baalt natuurlijk wel. En het is één groot feest. Timo de Jong, Max Kroonen, Bert-Jan Lindeman. Wat hebben ze hun werk verricht? Om Koen Vermeldvoort hier voor de derde keer de Ster van Zwolle te laten winnen. In 2019 was hij de beste. 2021 was hij de beste. En ook dit jaar in 2023 is Koen Vermeldvoort de beste in de Ster van Zwolle. En blij dat hij is. Een renner die al zoveel heeft gewonnen. Nu opnieuw weer wint. Hier zien we de sprint. Vermeldvoort die zich niet laat verrassen door de aanval van Christensen. Het is Timo de Jong die het allemaal goed in de gaten houdt. Samen met Max Kroonen en Tijmen IJsing. Max Kroonen die dan dat gat dichtrijdt. Ja, dan is er toch één wagonnetje van Volker Wessels waar je dan op dat moment niks meer aan hebt. Maar dan is het aan Tijmen IJsing. En die zet zijn brommer aan. En dan hoeft Vermeldvoort eigenlijk alleen nog maar te sprinten. Budding zat in het goede wiel. Ging de sprint aan. Maar kwam gewoon te kort om Vermeldvoort te kloppen. Dat zien we hier echt duidelijk. Vermeldvoort die hier dus de sprint wint. Voor Martijn Budding. Die dus tweede wordt. Wat een verschil. Een fietslengte voorsprong. Meer dan dat zelfs. Heeft Koen Vermeldvoort hier in de Ster van Zwolle. Die hij opnieuw weet te winnen. Veel bekende gezichten natuurlijk aan de finish. Vermeldvoort. Ja, als je hier voor de derde jaar op rij wint. Dan is dat natuurlijk niet zo gek dat je een aantal mensen kent. Hier prachtige beelden uit de lucht met de uitslag. Koen Vermeldvoort voor Martijn Budding, Lou van Bellen, Joran Bloem, Martin Pluto, Rick Ottema, Cedric Pries was de renner van Leopard, Jesse Kramer, Lars Homan en Victor Broeks maken de top 10 compleet van deze Ster van Zwolle. En ondanks een ontzettend internationaal deelnemersveld zien we toch voornamelijk Nederlanders hier op deze uitslag van de Ster van Zwolle. Koen Vermeldvoort wint dus voor Martijn Budding en Lou van Bellen.